speciale aflevering over onderwijs. Goedenavond, fijn dat je weer kijkt naar deze uitzending van het Jeugdjournaal. Het is vakantie en daarom blikken we de komende 2 weken terug op de verschillende nieuwsberichten. Zo is er de afgelopen tijd veel gebeurd op het gebied van onderwijs. En hebben we vandaag een speciale uitzending over, hoe kan het ook anders, onderwijs. Tussen al die blijde gezichten is Siomara te zien. Zij is ook een van de geslaagde studenten. Ik had ergens wel verwacht dat ik zou slagen. Maar natuurlijk heb je wat zenuwen en een beetje twijfelachtig en zo. Oh, ik ben zenuwachtig. Janelle Bakker! Ik heb het echt heet. Nee, het voelt gewoon echt goed. Het voelt gewoon echt goed. Ik heb echt hard gewerkt. En ik heb ook echt goede cijfers. Dus ik ben echt blij. Onze toekomstige arts is geslaagd. Het voelt heel erg blij aan, want ja, ik ga nu naar Milo. Ik kan niet wachten om dochter te worden en om mensen te redden. Voordat ik naar school kwam, heb ik natuurlijk eerst gebeden en ja, het is gelukt. Maar om zo'n resultaat te halen, moet je heel wat doen. Keihard studeren, blokken natuurlijk. Ja, God erbij betrokken. Samen studie, natuurlijk die motivatie van alle kanten gehad. Na hard studeren mogen al deze kinderen nu genieten van een welverdiende vakantie. Niet iedereen maakt zijn of haar school af. Sommige jongeren verlaten de school vroegtijdig. 30 van deze jongeren hebben een tweede kans gekregen in een streng opleidingskamp van het Nationaal Leger. In 10 weken tijd zullen zij begeleid worden om een speciaal vak te volgen. De meeste van hen waren hangjongeren. En anderen hebben de school heel vroeg verlaten. Om ervoor te zorgen dat zij toch een goede baan kregen later, mogen ze nu een training volgen. Ik ben 19 jaar en ik ben tot de LTS gegaan en ik wil graag soldaat worden. Ik ben 18 jaar, ik ben tot de lagere school gegaan, ik wil motor worden. Ik ben 17 jaar jong en ik ben tot de lagere school gegaan en ik wilde altijd elektricien worden. Dat kan misschien nog, maar eerst moeten ze nog een heleboel leren. We gaan 10 weken hier blijven. We gaan leren lopen, midden maken, schoonmaken en ja, dingen over het leven zijn. We gaan werken om werk in bedrijf te vinden. Sollicitatiebrieven schrijven, netheid en verdraagzaam, hoe je moet gedragen, zelfbeheersing enzovoort. Ja. Het wordt dus een soort bootcamp. Strakke regels, discipline en natuurlijk een net uniform. Alle jongens krijgen binnenkort daarom ook een kale kop. Er wordt op van alles gelet. We slapen hier, elke kamer heeft 7 jongens. Als je thuis bent, zeg je gewoon van, hé, luister, ik zal mijn bed straks opmaken. Maar hier zo, zodra je wakker bent geworden, ben je verplicht om je bed gelijk te maken. 5:30 moeten we opstaan. Baden, dan gaan we een beetje oefenen. Nadien lopen ze ons even naar daar, dan gaan we even eten, dan gaan we weer naar binnen. Dan moeten we weer die vlaggenparade gaan. Dan gaan we even zingen, dan moeten we weer in het lokaal. De komende periode wordt zwaar, maar de jongens zijn goed gemotiveerd.
Ze willen allemaal de 10 weken hun uiterste best doen. De training is volledig bekostigd door de overheid. Door gebrek aan plaats op de scholen zijn afgelopen jaar niet alle leerlingen van de lagere school ingeschreven. Voor de registratie hiervan konden de ouders van de kinderen terecht bij de Sjors Asinschool. Ouders willen hun kind liever dicht bij huis op school hebben, maar dat kan niet altijd. Op sommige scholen is er helemaal geen plek meer. De kinderen moeten dan naar een school helemaal in een andere buurt. Ja. En dat kost de ouders veel meer geld. Ja, het zou wel een beetje erg zijn, want mijn moeder heeft dat niet elke dag, dat ze me elke dag busgeld kan geven om naar school te gaan. Dus ja, het zou wel een beetje moeilijk zijn. Nou, het heeft te maken met het transport. Het is een beetje omslachtig voor ons, want hij zit dus op dit moment op Zorg en Hoop. En wij wonen op Quatta en ik wil hem gewoon dichter bij huis hebben. Alle lagere scholen hebben een leerlingen- en lokale bestand gehad die ze moesten invullen en inleveren. In het bestand hebben ze aangegeven hoeveel kinderen er tot nu toe zijn ingeschreven. Op die manier weet het bureau lager onderwijs precies welke scholen nog open plekken hebben. Als de mensen geen plek hebben gevonden op Theodor Juda of Kaikoussi, dan moeten we de mensen plaatsen op de Van Siepensteen school. En dat is helemaal, nou helemaal, dat is op Combe ergens. Dus dan komt zo'n leerling wel uit de buurt waar de persoon woont. Sommige kinderen vinden het niet erg dat ze naar een andere school moeten gaan. Ook al is de school niet in de buurt. Alles kost dat vind ik in Miwani. Omdat ik ben verhuisd naar een andere buurt. Daarom moet ik naar een andere school. Morgen kunnen de VOJ-leerlingen zich laten registreren. Dat zijn de leerlingen van de MULO, LBGO en de Technische School. Iedereen die zich laat registreren, moet op 27 en 28 september een brief afhalen. Daarin staat op welke school ze zich moeten inschrijven. De kinderen hebben gelukkig nog een plaats gevonden op de verschillende lagere scholen. Het streven is dat het komend schooljaar elk kind een plek heeft en dat slapen op school niet meer nodig is. Terwijl de meeste kinderen lekker genieten van hun vakantie, is er voor het komend schooljaar nog steeds een probleem. Er zijn geen nieuwe geschiedenisboeken voor de zesde klassers. In het nieuwe geschiedenisboek Wij in het Verleden staan er beschuldigende afbeeldingen en teksten over de president. Daardoor is het druk van dit boek stopgezet. Nieuwe Republiek Suriname wordt gehezen. De Surinaamse geschiedenis is voor ons allemaal van groot belang. Door middel van geschiedenisboeken kunnen wij te weten komen wat er in het verleden gebeurd is. President Desi Bouterse heeft in de geschiedenis van Suriname een belangrijke rol gespeeld. Zo is er onder zijn leiding de militaire coup geweest en hebben de 8 december moorden plaatsgevonden. Maar dat president Bouterse in het nieuwe geschiedenisboek een moordenaar wordt genoemd, is niet helemaal waar. Nee, ik moet zeggen dat in het boek niet staat zoals in de krant is aangegeven van zesde klassers zullen leren Bouterse moordenaar. Ten eerste, er staat nergens in het boek zo, in de tekst, en het is ook niet de strekking. Iets anders is dat de afbeelding, de foto die erop is in opgenomen, op een bord staat Bouterse moordenaar. Dat betekent niet dat door het boek mensen gaan leren dat Bouterse moordenaar is. Dat staat nergens in het boek. En als er mensen zijn die toch daaraan aanstoot zouden willen nemen, zou ik willen adviseren, haal die foto weg. Volgens DNA-lid André Misikaba is dit niet de enige reden waarom de druk van het geschiedenisboek stopgezet is. Eigenlijk ben ik niet eens gekomen bij dat plaatje van waar zou staan dat de president, dat de heer Bouterse moordenaar is. Ik ben niet eens zo ver gekomen. Dat boek is geschreven nog te veel ook vanuit de visie van die Hollander. En ik denk dat we absoluut dat niet moeten hebben. We moeten nu ons eigen ding doen. Het hele boek moet waarschijnlijk opnieuw bekeken en herschreven worden. Omdat er meer dan 20.000 kopieën gedrukt moeten worden, is de kans klein dat de boeken voor het komend schooljaar op tijd klaar zijn. De scholen komen nu al in de problemen, omdat er van de oude geschiedenisboeken te weinig exemplaren zijn. Hopelijk vindt de minister van Onderwijs snelle oplossing. En dat was het weer voor deze uitzending. Morgen zijn we er weer met een speciale aflevering. Dan met als thema gezondheid.